Hoe moeten wolf en schaap samenleven? Rijkswaterstaat controleert A50 op Dassen. Een Afrika museum krijgt een nieuwe naam. Het is een veelbesproken onderwerp van de laatste tijd. De wolf versus het schaap. Men neigt naar voor- en tegenargumenten voor het roofdier dat bovenaan de voedselketen staat. Maar wat zijn nu de mogelijkheden voor het beschermen van zowel de wolf als het schaap? En wat kan de provincie daarin betekenen? De discussie over de toekomst van de wolf is extra beladen nadat 21 schapen van Sertje van de Zweep uit Heteren zijn gedood door dit roofdier. Hoe gaat het vandaag met de schapen? We merken dat ze erg gestrest zijn. Dat was bij de vorige wolfaanval ook, heeft maanden geduurd. Ze staan ook met hun mond helemaal open, tong uit de mond van stress, gewoon echt hijgen. Ik zag er net eentje die geaborteerd heeft helaas. Er zat allemaal bloed aan van achter, dus er ligt ergens een lammetje in de wei die veel te vroeg is, een maand te vroeg. We hebben ongelooflijk veel appjes en mailtjes gehad van mensen die we helemaal niet kennen. Dus dat is fantastisch, maar ook heel veel enorm vijandige berichtjes. Daar schrok ik heel erg van. We gaan er alleen maar vanuit dat ik er dus niet alles aan gedaan heb. Hoe is dat om dat zo terug te krijgen? Ja, we zijn gestopt met het lezen van die dingen. Je kan er niks mee, je hebt er ook niks aan, maar je wordt er ook niet gelukkig van als je dat leest. Je bent tegenwoordig in Nederland of pro-wolf of anti. Ja, wat dus vindt u daarvan, dat mensen er tegenover elkaar staan? Ja, dat vind ik heel vreemd. We moeten gewoon, denk ik, gewoon met elkaar in gesprek gaan en kijken dat we een gezamenlijke oplossing kunnen vinden waar iedereen gelukkig mee is. En er zal best ruimte zijn voor wolven in Nederland in bepaalde gebieden. Maar schapen zorgen dat het gebied open blijft, dat er ruimte voor blijft wat dat betreft. Dus ze hebben een hele goede functie, ook voor de biodiversiteit. Een wolf heeft dat ook, maar het kan prima samen natuurlijk, als ze maar niet door elkaar komen. En daar heb ik hulp bij nodig. Achteraf komen mensen allemaal met allemaal adviezen en dingen, maar op het moment zelf niet. En ook toen het hek er al stond, zegt niemand tegen mij van zou je niet dat of zal ik je helpen met dit of dat. Helemaal niks. En ik denk ook, waar waren jullie toen ik het hek moest gaan zetten dan of zo. Hè? Schapenhouders kunnen financiële hulp aanvragen voor het aanschaffen van een hek dat de wolf buiten moet houden. Maar alleen als de houderij zich bevindt binnen de twee aangewezen leefgebieden van de wolven of als een wolf twee keer binnen één week heeft aangevallen in die omgeving. Schapenhouder Wilbert Verriet komt hier niet voor in aanmerking en dat baart hem zorgen. Ik kan gewoon geen aanspraak maken op subsidie. Stel dat het een keer gebeurt dat we die twee aanvallen binnen die 14 dagen hebben, dan kun je je bonnetje inleveren. Dan vergoeden we het nog steeds voor ik dacht 70% of 80%. Alleen als ik mijn schapen veilig ga stellen, is de kans dus veel minder dat die wolvenaanvallen gaan gebeuren. Dus is de kans dat het geld gebeuren, ooit ervoor voor wat ik doe, ook veel minder. Ik heb gewoon het geld niet. Dat is gewoon nog het grootste probleem. Het is niet zo'n goed lopende zaken allemaal in de schapenhouderij, dat iedere schapenhouder maar zoveel geld heeft om al zijn schapen wolf weer in het weg te kunnen zetten. Voor de noodsituaties is er hulp voor zo'n wolf silence groep, is dat die komt helpen om even wat netten te zetten om je snel, zeg maar, je schapen veilig te hebben. Nou, ik heb het hier twee keer meegemaakt. Ik heb twee keer aanspraak gemaakt op die groep mensen. Er is nooit iemand van gekomen. Het grote andere voordeel is, de mensen om je heen komen je wel allemaal helpen. En denk je dat wolf en schaap wel naast elkaar kunnen bestaan als die hulp wordt geboden? Zonder beheer denk ik dat de problemen alleen maar erger worden. En wie zou volgens u dan de regie moeten nemen om hier beleid op te maken? Ja, provincie is daar denk ik wel voor verantwoordelijk in eerste instantie. Maar goed, ik zit nog steeds met een hele koppel schaap in de stal, die ik heel graag naar buiten wil doen. Ja. En ik dat toch echt wel pijn in de buik van krijg om hiermee naar buiten te gaan, want dit is wel mijn broodwinning. He, als ik hier een aanval tussen krijg en er wordt de helft van mijn lammetjes opgegeten, of vermoord, of half afgeslacht, want je ziet de gekste slachtpartijen, ja, dan is het wel klaar. Rijkswaterstaat controleert deze week de A50 bij Herne, gemeente Wijchen, vanwege de dassen. Onder de snelweg hebben de dieren gigantische burchten gegraven. Een specialistisch team gaat kijken in hoeverre de burchten effect heeft op onder andere de technische staat van de weg, zo meldt Rijkswaterstaat woensdag. De gemeente Bergendal schenkt de ongebruikte spoorlijn in Groesbeek aan de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond. Uit studies naar de spoorlijn naar Kleef blijkt dat op dat traject voorlopig geen trein meer gaat rijden. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom de spooronderdelen inzetten op een traject dat wel potentie heeft.
De beoogde verdubbeling en de elektrificatie van de Maaslijn ligt al lang op de plank. Of en wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd is nog steeds niet bekend. Dit komt mede door de stijgende materiaalkosten en een tekort aan materialen. Het college ziet de voordelen van een goede Maaslijn ook voor de inwoners en bezoekers van Bergendal. Het museumkoepel Nationaal Museum van Wereldculturen, daaronder vallen Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, maakte deze week bekend dat zij later dit jaar onder één naam verder gaan, het Wereldmuseum. Vanaf de fusie in 2014 hebben de musea een andere koers ingezet. De nieuwe naam is een logische stap van deze transitie. Het museum, samen goed voor ruim 310.000 bezoekers in 2022, voert voortaan één naam en één missie op verschillende locaties. Het college van BMW van Druten lijkt geen haast te maken met nieuwbouw voor dorpshuis De Lier in Puiflijk. Er komt een nieuwe beslisnota waarover de gemeenteraad in 2024 een besluit neemt. Tegelijkertijd schrijft het college: ter overbrugging wordt momenteel gekeken welke aanpassingen er nodig zijn om De Lier naar schatting 8 jaar door te laten draaien zonder nieuwbouw. We hadden vandaag een vrij dreigend weerbeeld, maar uiteindelijk viel er nauwelijks tot geen regen. Ook vanavond blijft het droog, maar morgen verandert dit weer. Er is donderdag een mix van zon en wolken en af en toe zal er een bui overtrekken. Er kunnen wel wat felle exemplaren tussen zitten, bijvoorbeeld met een klap onweer. Het wordt zo'n 15 graden. De dagen erna zakt de temperatuur langzaam iets terug, maar neemt de hoeveelheid regen juist toe. Vooral de vrijdag en zaterdag zullen vrij natte dagen worden. Vanaf zondag breekt er dan juist weer een koude periode aan met meer zonnig lenteweer. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal @RN7 online. Nu op RN7 kun je kijken naar de nieuwste films in Nu in de Bios. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!